Welkom, beste tweeling, bij jouw lezing. We gaan een lezing doen over een doel dat jij voor ogen hebt. En we gaan eens kijken wat de kaarten ons kunnen meegeven over hoe we dat doel gaan bereiken. Ik heb precies een indruk dat ik deze een beetje vooruit moet zetten. En de eerste kaart is dat gaat over jou zelf. En bij deze kaart het gefluister van de engelen. Hierbij mag je eigenlijk eventjes alles wat je hoort via radio, via televisie, via social media, mag je dat eventjes allemaal achterwege laten. En hier mag je dan even nadenken over die dingen die jij dan belangrijk vindt. Niet wat dat al die andere kanalen zeggen dat belangrijk is, maar over die topics die voor jou nu in jouw leven belangrijk zijn. En dan mag je eens luisteren naar en wat is jouw waarheid daarover? Wat denk jij daarvan? Niet wat denkt iedereen op social media daarvan. Nee. Daar gaan we hier niet mee bezig zijn, maar wat vind jij daarvan? Over die dingen die nu voor jou belangrijk zijn, wat is daar hetgeen dat jij daarvoor over belangrijk vindt? De volgende kaart, dat kan een uitdaging zijn. En de uitdaging hier, ik ben de schepper, is hier. En je ziet hier al die sterren, energiebollen aan haar hoofd, bedenken heel veel. En alles begint met een idee. En welk idee, hoe ook, hoe klein of hoe groot ook, als jij dan aan dat idee gaat werken, als jij dat idee dan energie gaat geven, dan gaat dat groeien. En dan kan jij van een idee iets werkelijk maken. Nu een heel eenvoudig voorbeeld. De zon schijnt. Je hebt een vrij moment. En je hebt een idee van, eigenlijk zou ik willen gaan wandelen. Wel, op dat moment kan je beginnen denken, ja, ik heb tijd. Ja, als ik hier de deur uitstap, hier vertrekt kortbij een hele leuke wandeling. Zet dat dan om in actie. Dus dan heb jij met een idee dat eventjes aandacht gegeven. En dan heb je dat idee gecreëerd en je hebt daar ook iets mee gedaan. Je hebt dat in actie omgezet. En ik denk dat hier de uitdaging is van 1. Durf te denken. Durf die ideeën te hebben. En denk misschien ook groots. Het moet niet altijd groot zijn, maar het mag. Dan hetgeen dat jou gaat helpen, is... dit is de weg naar de zon. En de zon staat voor het positieve. Het licht schijnt daar. Het kan zijn dat je zelf een aantal negatieve gedachten of ideeën hebt. En dan is het belangrijk dat je die negatieve gedachten is gaat ombuigen in positieve gedachten. En daar is even mee aan het werk gaat om te kijken wat dat met jou doet. En of dat jou dan eventueel kan aanzetten voor een volgende stap te nemen. Hetgeen dat jou inspiratie gaat geven.
Dat is hier. Je hebt altijd de kans om iets te doen. Die is er altijd. En als de kans zich dan voordoet, dan moet je ze ook grijpen. Dus dat heeft ook te maken met welke ideeën wil ik creëren en zie ik het positief. Doet die kans zich dan voor? Wel, neem die kans dan, benut die kans dan. Want dat gaat dan ook, doordat je daar dan effectief die kans neemt, omdat je daarmee bezig bent, krijg je misschien nog nieuwe inspiratie voor andere dingen. Jouw creativiteit die gaat komen uit het feit dat je nooit alleen bent. In die zin dat je hier hetgeen dat je zelf bedacht hebt, dat je graag zou verwezenlijkt willen zien, dat je dat ook aan het universum gaat laten weten, dat je daar ook mee bezig bent. En dan kan het zijn dat er soms iets op jouw pad komt waar dat je niet had van verwacht, maar wat jou wel dan helpt om dat moment om dichter naar jouw doel toe te gaan. En dan hebben we hier de bewustwording. Hierbij ga je eigenlijk naar een volgende levensfase gaan. Je hebt hier al een heel aantal dingen ervaren, nieuwe inzichten ook opgedaan. Hè. En met van één, mijn gedachte, ik kan die omzetten in realiteit. En anderzijds, ja, heb ik een negatieve gedachte. Laat ons toch eens proberen, hoe moeilijk dat dan ook is op dat moment, om die negatieve gedachte om te zetten in iets positiefs. En dan die kans te grijpen om effectief iets te gaan doen. En dat maakt dat je als mens evolueert. En dit is dan een volgende fase van bewustwording waarin dat jij dan terechtkomt. En dan als laatste ben je ertoe gekomen dat misschien zijn hier bij die negatieve gedachten. Misschien zijn daar een aantal negatieve gedachten die je aan het meesleuren bent in jouw rugzak, om het zo te zeggen. En misschien zijn daar dingen bij die je al een hele tijd met je meeneemt, die vroeger van waarde waren, die jou geholpen hebben om in het leven te kunnen staan, maar die op dit moment niet meer jou verder helpen. Eerder belemmeren ze jou. Vandaar dat deze kaart hier zegt van probeer het toch positief te kijken. En bij deze kaart is het dan belangrijk van dat je die dingen waar dat je nu al van kan zeggen, oké, dit kan ik loslaten, dit kan ik vrijlaten, dit heb ik nu niet meer nodig, dat je dat ook loslaat. Bij het ene gaat dat al makkelijker gaan dan bij het andere, maar je gaat zelf heel goed aanvoelen van oké, ja, dat heb ik heel de tijd gedacht. En als ik daar nu bij stilsta, vandaag is dat niet meer van toepassing. Laat het los, laat het vrij en dan wordt die rugzak ook lichter op weg naar jouw doel. Zo, beste tweeling, dit was jouw lezing. Ik wens je nog een prettige dag.